Wie zijn jullie? Afgevakt. Wij hebben gestudeerd aan de opleiding muziektheater aan Artes in Arnhem. Mm-hmm. Ja. Wat maken jullie? Wie heeft gezegd dat wij iets maken? Muzikale, theatrale performances, installaties, voorstellingen. Ja, dat is eigenlijk wat we maken. En er zit altijd een bepaald afgevakt randje aan. Het is een heel erg leuk, leuk theater. Hoe noem je dat eigenlijk? Vlak voor theater, toch? Die wordt nu op dit moment helemaal omgebouwd. Ze gaan het fantastisch ombouwen met het aardvarken als een soort van ingangsbewaker of zo. Wow. Dus het wordt echt super vet. Theater aan de Rijn is een plek waar heel veel jonge makers elkaar kunnen ontmoeten. Er is een productiehuis. Ja, het is een productie. Generale Oosters productiehuis. Mm. Er zijn, als je bij Theater aan de Rijn binnenloopt, dan is er altijd wel iemand die je komt helpen. Theater aan de Rijn heeft. Nee, het is wel echt zo. Er zijn altijd fantastische mensen om mee te werken. Ik vind Rob echt fantastisch. Ik werk ontzettend graag met Daphne. En voor mij is Theater aan de Rijn absoluut een soort van thuisje. Ik woon ook nog in Arnhem. Ik ben heel erg blij dat we een plek als Theater aan de Rijn hebben in Arnhem. Ja, via Yves Hopkins. Top wijf. Ik had een gesprek met haar gehad en toen hadden wij samen onze plannen voor afgevakt voor de voorstelling Andrea bij haar neergelegd. En toen zei ze, top, ga je mee met het Wilde Oosten toeren? En toen zeiden wij, ja. Het Wilde Oosten is in eerste instantie, als je het op de poster ziet, een voorstelling. Een soort van toertje door het oosten van Nederland, waar ook heel erg veel gebeurt op het gebied van kunst en theater en muziek en weet ik het wat. Generale Oosten in Arnhem, Kamer-Operahuis in Zwolle, productiehuis ON in Deventer. En literair productiehuis De Wintertuin. Ieder productiehuis heeft eigenlijk een soort van paar jonge talenten. Jonge talenten geadopteerd en die bij het Wilde Oosten, naar het Wilde Oosten gestuurd. En gezegd, oké, jullie gaan samen met al deze andere mensen die allemaal hele verschillende dingen maken. Wat de productiehuizen ook eigenlijk al zeggen. Gaan jullie een voorstelling samen maken. Dat wordt dan allemaal geregisseerd door inderdaad de artistiek leiders en regisseurs van de verschillende productiehuizen. En daar ontstaat een voorstelling van. Nou, ten eerste heel veel speelplekken en mensen die afgevakte kunnen zien. Dat heeft ons gebracht. Een heel fijn productiehuis om mee samen te werken. Hele leuke mensen. En Arts en Lentes, want daar hebben we Arts en Lentes ontmoet. En Arts en Lentes hebben ook onze vorige voorstelling over het IJ-festival geschreven. Waar we heel blij mee zijn. Mm-hmm. Dus nieuwe samenwerkingen, nieuwe contacten. En voor onszelf, we kunnen spelen, we kunnen uitproberen, we kunnen oefenen. Ik wil sowieso wel mijn hele leven lang afgevakt blijven. Ik ook. Nee, we gaan nu weer nieuwe plannen ontwikkelen. Ja. En stiekem hopen wij, en dat durven we niet in het openbaar natuurlijk uit te spreken, maar stiekem hopen wij heel erg dat we weer iets bij Generale Oost kunnen ontwikkelen. Ja, eigenlijk willen we een voorstelling maken bij Generale Oost. Ja. Maar misschien kunnen we dit dan ook gebruiken als een soort aanvraag voor Yves. Want we hebben nog niet de mogelijkheid gehad om het. Zullen we dat even doen in de camera?